Stevie Wonder, don't you worry about a thing. 6 minuten voor 7:30. Het jaar is wel wervelend begonnen, zeg. Want die storm, ja, we waren natuurlijk maar net te hoge water weer te boven. Het water dat inmiddels wat aan het zakken is. En zo komen de oevers weer een beetje in het zicht. En wat gaat er dan gebeuren komend weekend? Een hoop vrijwilligers die gaan de verschillende oevers langs om de boel daar schoon te maken. Bart van den Berg van der Stam, goedemorgen. Goedemorgen, Nienke. Je gaat aan de slag bij Tiel in de buurt, dus de Waaloevers. Dat klopt. Wij zijn van stichting Tiel Tip Top. En dat is een Tielse stichting waarbij we van mening zijn dat een schone leefomgeving de verantwoordelijkheid is van iedereen. En wij roepen inderdaad op om voor de inwoners in en rond Tiel om 20 januari in de ochtend met ons mee te doen om de oevers langs de Tielse de Waalkant op te gaan schonen. Heb je al enig idee hoeveel hulp je krijgt? Oeh, ja, er zijn al verschillende organisaties die aanhaken. Vanaf Zennewijnen neemt het buurtvereniging, Zennewijnen neemt het van ons over. Dus we pakken, als het goed is, een aantal flinke kilometers mee. En de ICN, dat is een educatieorganisatie voor milieu en natuur. Die hebben ook een oproep gedaan onder hun vrijwilligersnetwerk. Nou, het moet een gezellige boel worden daar dus langs de rivieroevers komend weekend. Maar wat kom je allemaal tegen? Nou ja, eigenlijk alles waar geen statiegeld op zit. Zo kan ik het eigenlijk het beste samenvatten. Zo, dan kunnen we heel creatief gaan denken. Heb je het al vaker gedaan? Kun je een beetje uit ervaring vertellen? Ja, we zijn 2 jaar geleden zijn we begonnen vanuit onvrede in de stad. De stad raakte wat meer vervuild. Toen zijn we opgestaan. En zodoende zijn we uiteindelijk een organisatie gestart met een goede doelenstatus om eigenlijk grootschalige campagne te voeren. Want wij vinden dat eigenlijk, ja, je hebt 1 rotzak nodig die het op de straat gooit en je hebt 100 man die eraan voorbij loopt. En die verantwoordelijkheid en die bewustwording van het hoort niet op straat, schoon is de norm. Wij vinden eigenlijk dat je hebt gewoon verantwoordelijkheid te nemen voor je directe leefomgeving. En op het moment dat dat je langs de Waal fietst of loopt en je ziet dat er zoveel ligt, dan moet er gewoon even een stapje extra bij zetten. Ja, want er is nu een hoop meegesleurd met dat hoge water. Is dat, wat ligt er nog meer dan alleen de gewone papiertjes, plastic stukken, resten, het gewone afval? Kom je nog gekke dingen tegen? Nou, valt gelukkig op zich mee. Vooral rietkragen en boomstammen. Dus daar waar het water heeft gestaan en het zich terugtrekt, zie je eigenlijk over de volle linie zie je een spoor. Maar gisteren las ik een artikel. Ik geloof 224 stuks zwerfvuil en hoofdzakelijk plastic per 100 meter, meen ik. Dus wat dat er gaat, de vervuiling is fors. De plastic soep in de oceanen die groeit en die groeit. En alles wat we eruit kunnen halen, dat zullen we zeker doen. En dan komt er misschien nog iets stormschade bij nu ook nog? Dat gaan we zaterdag meemaken. Ja. Heb je al een beetje wat gezien in de omgeving, hoe het er bij jullie in Tiel uitziet na de storm? Er zijn wel flink wat bomen omgegaan. Daarnaast hebben wij zelf in Tiel grote campagnespandoeken staan. En dat is ons even ontschoten, maar gelukkig was er een groot hek die hem afving. Maar we hebben inderdaad, vandaag en morgen hebben we nog volop werk om ook voor onze eigen organisatie de schade te herstellen. Zo, nou, de Waaloevers langs dus komend weekend met een hoop vrijwilligers. Bart van den Berg van der Stam, succes. Dankjewel voor je tijd. Goedemorgen. Nou, zeg het wel. Goedemorgen. En wie ook mooie plaatjes heeft van opruimwerkzaamheden, stuur ze door via de app.